De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pralaat Seudin, heeft een commissie ingesteld om de agrarische sector te monitoren. Met betrekking tot de dispensatie die landbouwers hebben gehad op de government take. De verhoging van de government take geldt namelijk niet voor deze sector. Ook krijgt de sector een korting van 50 cent per liter brandstof om de productie te stimuleren. Om te voorkomen dat landbouwers misbruik maken van deze dispensatie, heeft het ministerie besloten een commissie in te stellen die de sector volledig zal begeleiden.